The broadcast is now starting. All attendees are in listen-only mode. Welkom, goedemorgen. Het is 10:00, ik zou zeggen laten we beginnen. Welkom allemaal bij het webinar van Cradlepoint in samenwerking met Exclusive Networks. Mijn naam is Max Klerks, ik ben de host tijdens dit webinar. Ik ga dadelijk iedereen unmuten, dus dan proberen we er een beetje een interactieve sessie van te maken. Even een korte introductie. Wat ik al zeg, mijn naam is Max Klerks. Ik ben accountmanager binnen Exclusive Networks, verantwoordelijk voor onder andere Cradlepoint. Voor deze ochtend hebben we best wel wat partners gesproken in de afgelopen maanden. En daar kwam regelmatig de vraag naar, oké, we willen ook wat look and feel bij het platform krijgen. Dus hebben we vandaag Wim van Laarhoven voor uitgenodigd. Wim van Laarhoven is de Nederlandstalige Systems Engineer vanuit Cradlepoint, verantwoordelijk voor Noord-Europa. Cradlepoint is een fabrikant actief in Wireless One. Ze zijn al marktleider in Amerika en ze zijn langzaam maar zeker markt aan het veroveren in Nederland. Daar hebben ze ook een heel volwassen team voor opgezet met een aantal commerciële en dus ook technische mensen. Wat is onze rol vanuit Exclusive Networks gezien? Hierin om Cradlepoint te versterken in Nederland. Nou, we zijn specialisten in onder andere networking. Er zijn een aantal vendoren die heel goed kunnen samenwerken met Cradlepoint, waaronder andere bijvoorbeeld Aruba, Juniper, Palo Alto Networks. Nou, zo zijn er nog een aantal meer, maar dat zijn een beetje de bekendere namen. Maar ook omdat we een aantal strategische partners hebben, zoals Comgate en Capestone, hè, omdat Cradlepoint zelf niet bijvoorbeeld de externe antennes en de e-sims kunnen leveren, kunnen wij dat vanuit die partnerships wel doen. Nou, waar gaan we het deze ochtend over hebben? Wim die geeft dadelijk nog even de uitgebreide agenda. We gaan het onder andere even hebben over out-of-band management, want dat is voor veel partners erg interessant. Uiteraard over 4G en LTE backup. That's it. Wim, ik zou zeggen, the floor is yours. Dankjewel Max voor de introductie. Het verzoek is inderdaad op het moment als er vragen zijn of opmerkingen, breek alsjeblieft in. Kan via de chat. Max houdt de chat onder andere bij. Maar als je graag direct in wil breken en gewoon live de vraag wil stellen of in gesprek gaan, dan graag. Dat maakt het voor mij ook wat leuker. Zoals gezegd, de agenda is in feite, we gaan een kleine introductie doen. Het zal vandaag hoofdzakelijk buiten de presentatie afspelen. Dus allemaal dus NetCloud Manager, ons managementplatform en de verschillende devices. Maar we gaan in eerste instantie heel even hebben over de twee use cases die we vandaag gaan behandelen. Dus network connectivity en failover. Met daar een bijbehorende demo bij. En out-of-band management. Met daar ook een demo bij. Ik heb als de tijd het toestaat nog wat zaken die ik graag in NetCloud Manager wil laten zien.
die soms een beetje verborgen zijn, maar die wel, interessant en ook handig zijn. We kunnen aan het eind nog wel wat bediscussiëren, mocht dat nodig zijn. En opnieuw, alsjeblieft, vraag en interactiviteit. Even als aanvulling op wat Max zei. We zijn dus een Wireless One vendor. We verkopen routers die in hoofdzaak gebaseerd zijn op 4G, LTE en 5G Wireless One. Uiteraard zitten daar ook Wired One verbindingen en Wi-Fi S1. Dus we hebben een volledig portfolio daarin. Maar 4G, LTE en 5G zijn wel de spierpunten van het portfolio. En dat doen we cloud managed. Daar gaan we straks meer van laten zien. En subscription based. Dus we zijn op zich een relatief eenvoudige propositie. Subscription based, cloud managed, wireless one. Voor branch, mobile en IoT. En dan is branch zijn dan locaties die niet heel veel bewegen. Als het goed is. Mobile zijn locaties die wel bewegen, dus iets met wielen of een roer, wat lastig met een kabel aan te sluiten is. En dan IoT bedoelen wij enterprise IoT mee, dus waarbij de dataverbruik net iets meer is als bijvoorbeeld een LoRaWAN toepassing, waarbij beheersbaarheid, beheerbaarheid en continuïteit een groot goed zijn. En van de failover en out-of-band management zien we het vaakst terug in branch. Uiteraard zal het zo zijn dat alle routers al die functies ook ondersteunen, maar de meeste vragen, en dat is ook meestal waar we op de eerste gesprekken met klanten hebben, zijn voor branch continuity. Dus dat is de positionering daarin. En als je dan wat ik al zei, het is cloud managed, dus we gaan ook nog wat tijd doorbrengen in NetCloud Manager. Het management platform wat in feite ervoor zorgt dat je het volledig lifecycle management van devices kunt doen. Dus van de provisioning tot en met beheer, monitoring, analytics en dan als een van de punten daarin het out-of-band management stuk. Nog heel even over de producten. Wellicht hebben een aantal mensen deze of in ieder geval een vergelijkbare slide gezien in het verleden al. Er zijn sinds 2 weken nu een aantal producten bijgekomen. Ook om ons 5G portfolio compleet te maken. Dus we hebben een router voor 5G aan de mobile kant. Dus voor echt bedoeld om in voertuigen te plaatsen. Dus een ruggedized device met een aantal netwerkpoorten, dus 5G externe antenne mogelijk. En zoals je hier ziet ook de mogelijkheid om Docker images te draaien. Als het gaat over het continuity platform, dat is waar we er zo meteen naar gaan kijken, dan praten we over de adapters. De hele demo gaat straks plaatsvinden met deze, de nieuwe L950 adapter 4G. Maar we hebben inmiddels dus ook 5G adapters om een netwerk uit te breiden met 5G mogelijkheid. Zowel binnen units als een buitenunit daarvoor. En wat ik al zei, we gaan ons in eerste instantie even concentreren, ook qua out-of-band management verhaal, op die adapters. Maar daar zul je straks wel wat meer van zien. Continuity en failover, wat ik al zei, de eerste gesprekken met klanten en gaan vaak over business continuity. Dat is waar de schoen het vaakst wringt en waar mensen op zoek zijn naar een oplossing. En natuurlijk kun je, als er een bekabelde verbinding ligt, kun je daar een glasvezel bij leggen of proberen een DSL'tje te regelen. Dat is niet op alle bedrijfslocaties mogelijk. Dus Is 4G of zeker nu 5G, is dan een welkome aanvulling op dat portfolio om ervoor te zorgen dat mensen een gedegen veel over hebben. Als je gaat kijken in dit soort setups,
dan, wat Max net al aangaf, hè, werken we dus samen met een aantal andere fabrikanten, waarbij we dus zeggen van, nou ja, any router, dus elk device wat een WAN-poort over heeft, daar zou je dus een adapter van ons op aan kunnen sluiten via IP, dus dit is gewoon een standaard IP-kabel. En kan dan dus er vervolgens voor zorg dragen dat de verbinding via cellular gaat lopen. De any router of any branch gateway wat mij betreft, maakt dan dus ook de beslissing uiteindelijk of die wired verbinding er is of niet. En of dat er dan een failover plaats moet vinden richting 4G of 5G in dit geval. De demo setup zit dadelijk iets anders in elkaar, maar daar zal ik straks nog meer wel op ingaan. En deze setup wordt door heel veel klanten gebruikt en is ook vaak het eerste gesprekspunt op het moment dat ze met nieuwe prospects of nieuwe partners praten. Eigenlijk een relatief logische stap daarop is om dan, als je toch die cellulaire verbinding hebt, daar een dataplan voor ingeregeld hebt, om dan bijvoorbeeld zo'n branch gateway een deel van het verkeer te laten offloaden richting die cellulaire connectie. Omdat die dataplannen, die zijn nou helemaal niet zo heel kostbaar meer tegenwoordig. Dus is het best zinvol om, als je meer capaciteit nodig hebt, meer bandbreedte nodig hebt, om dat dan vervolgens over cellular te laten uitbreken. En zal waarschijnlijk kostefficiënter zijn dan bijvoorbeeld een MPLS of een bedraden verbinding te upgraden of er nog een bij te leggen. Dus in die zin zien we dan als een logische vervolgstap op continuity is active-active high availability, waarbij dus de continuity nog steeds via cellular gaat. Maar waarbij dus de SD-WAN vendor of de branch gateway kan bepalen dat bepaalde type verkeer alsnog altijd over die cellulaire verbinding moeten. Dus zoals gezegd, de logische vervolgstap daarop. Voordat ik zometeen het een en ander ga laten zien, en ik ga in feite de meeste van de voorbeelden hier tonen. Op het moment als je dus zo'n adapter aansluit aan een Cradlepoint router, dan kennen we de optie Captive Modem. En dat houdt dan in dat de adapter in feite qua beheer en qua management en ook qua rapportage en monitoring onderdeel wordt van de router. Ondanks het feit dat die dus aan een standaard RJ45 kabel aan de router gekoppeld is. Hetzij direct, hetzij via een VLAN wat afgemonteerd is op de Cradlepoint router. Hoeft niet eens. Dus daar kunnen ook nog switches tussen zitten. Maar het modem wordt dan onderdeel van de router. Daarmee is het dus mogelijk om ook traffic steering policies of availability policies, dan die adapter daarin te betrekken. Daar ga ik zo nog wat van laten zien. IP pass-through, daarmee wordt de adapter wordt transparant voor de verbinding die ertussen zit. Dus als een provider bijvoorbeeld een fixed IP-adres ter beschikking stelt aan de verbinding, hè, want dat kan met SIMs kan dat ook, hè, daar kun je ook een fixed IP-adres op hebben, dan wordt die één op één doorgezet naar de firewall router of gateway. De volgende is in feite degene zoals ik de demo ga doen. Dat is IP pass-through met inline failover. Wat dat wil zeggen is dat ik had net in het initiële plaatje heb je dus één poort van een firewall naar de bedraden verbinding en een andere WAN-poort van de firewall of gateway naar het modem toe. Maar stel dat er bij een klant een dusdanige infrastructuur staat die misschien al wat ouder is en ze willen toch deze optie gebruiken, dan kun je ook zo'n adapter inline zetten. Dus inline met de bestaande bekabeling. Waardoor in feite wij de intelligentie overnemen
om te kijken of de bedraden verbinding er is, of dat er veel over plaats moet vinden naar naar wireless WAN. En dan de laatste optie die mogelijk is, is de NAT modus. En dat wil eigenlijk zeggen dat de LAN-kant, want aan elke van die adapters zitten minimaal 2 poorten, dat die LAN-kant, dat er een eigen subnetje wordt, waardoor je dus 2 routers, of een cluster, een firewall cluster, dus dat je in feite maar 1 adapter nodig hebt voor meerdere devices aan de klantenkant. Dus dat levert daar nog wat efficiëntie op. Dus daar zijn de 4 modi die mogelijk zijn. En dat is in feite alleen maar een kwestie van de configuratie aanpassen. De configuratie in die richting bouwen. Even mijn demo setup voordat we dadelijk in de schermen gaan. Ik heb hierboven dus, ik heb 1 device, dat is een all-in-one router. En daar zit dus een CBA 850 4G adapter zit daaraan als captive modem. En ik heb op deze heb ik geen andere WAN-verbindingen dan 2 cellular. Dus eentje via de interne SIM en eentje dan via het captive modem. Dus daar gaan we zo meteen heel even naar kijken hoe dat er dan uitziet. En het tweede stuk voor failover is in feite wat ik net zei, hè, dus die L950, dat is de adapter, die heeft 1 wired verbinding naar het WAN toe en die heeft als backup, dus dit is dan de primaire verbinding, de wired verbinding, en dan de backup gaat via cellular. Om een volledige IT-infrastructuur die erachter ligt na te doen, heb ik daar heel even alleen maar een PC neergezet. En om dat goed te kunnen laten zien, heb ik een stream ik in feite de output van dit scherm, stream ik dadelijk naar mijn PC, zodat je ook mee kunt kijken wat ik daar dan doe. Dus dit is een beetje de demo setup. Die laat ik maar heel even op de achtergrond staan, denk ik. Waar we nu in eerste instantie even naar gaan kijken is dus de dit is dus die AR2200. Die heet dus HQ van mijn garage. Daarin heb ik dus de captive modem gekoppeld. Dus op het moment dat ik nu naar het dashboard ga van dit device, dan zal ik daar dus ook meerdere WAN devices in zien. Ik ga zo meteen de config laten zien. Dus ik heb een intern modem, een 600M modem met een SIM gekoppeld op LTE. En ik heb dus een 1200M, dit is de CBA 850, waar dus ook die SIM in zit. Dat is op zich niet interessant. Als ik hier terug ga, kan ik ook even de configuratie laten zien. Dus ondanks het feit dat dus niet fysiek in het apparaat zit, lijkt het in de configuratie of dat die er wel in zit. Dus dit is het interne modem en dit is dus het captive modem. Dus is dus op dit moment logisch gezien en configuratietechnisch gezien een interface geworden in de router en kan als dusdanig ook opgenomen worden in firewall policies, in traffic steering policies en kan op die manier gebruikt worden. Dus dat is dit stuk. Een ander dingetje wat ik hier graag even wil laten zien is in feite dat we configuraties op groepsniveau kunnen doen en op individueel niveau. Dus deze L950 die ik zo meteen verder ga laten zien, die is onderdeel van een groep.
En als ik hier de configuratie ga bekijken, dus de summary, dan is dit de target summary. Dus hier zit zowel de groepsconfiguratie als de individuele configuratie zit hierop. En dat wordt dus aangegeven door een kleurtje. Maar als ik ga kijken wat ik op de groep geconfigureerd heb, dan zijn dat een aantal algemene zaken die ik voor, ja, voor deze, voor bijvoorbeeld alle routers in een omgeving zou willen zetten. En dan op individuele basis, dus op het apparaat zelf, zijn er dan wat specifieke zaken geconfigureerd. En de combinatie is dan de uiteindelijke configuratie die op het device zit. En zo kun je dus, ja, het is altijd het handigste om zoveel mogelijk van de algemene dingen die op alle routers gebruikt worden, om die in de groep te zetten. En uiteraard zo min mogelijk op individueel niveau. Want dat maakt het beheer gewoon een heel stuk gemakkelijker erin. Zijn hier verder vragen over? Max, zie jij iets in de chat voorbij komen? Nee, volgens nog niet. Dat is kraakhelder, denk ik. Oké, nou, top. Nou, die... Dan ga ik toch heel even terug weer naar de slide. Zoals gezegd, want ik kan volgens mij mijn camera niet delen, maar die 950, L950, die staat achter mij, heeft dus één verbinding naar het WAN toe via een kabel. En de andere is dus cellular en deze PC hangt daaraan. En heel even laten zien hoe dat er dat uitziet. Dus wat de standaard instelling is van een device is dat zowel de Ethernetkabel, die staat voorin in de volgorde, dus daarom is deze primair. En de cellular, die staat als tweede, dus op het moment dat deze uitvalt, en die is dus nu actief, dan zal de cellular het overnemen. Nu zijn er een aantal manieren om dit in te stellen. Wat ik hier gedaan heb, om een beetje wat snellere overgang te hebben, is zeggen van nou, doe maar altijd verbinden. Dan wordt de verbinding wel opgezet, dus de verbinding is live, maar er wordt geen verkeer overheen gestuurd. Daardoor zal dus een snellere failover zijn. Je kunt ook zeggen connect as needed, hè, dat is de default instelling. Dan zal er geen verbinding zijn en zal de verbinding opgezet moeten worden op het moment als de primaire verbinding wegvalt. En voor cellular kan dit een paar seconden zijn. Dus ja, dat is misschien niet altijd wenselijk. Dus vandaar dat ik in deze die always on gezet heb. En je kunt ook een tussenvorm, dan is wel het modem actief, maar dan is er geen, dan heeft het modem vraagt dan geen IP-adres op bij de provider. Dus de provider ziet niet dat er een verbinding actief zou zijn. Zoals gezegd, voor de demo heb ik hem op always on. Om dat te laten zien. En in feite kun je hier ook nog instellen hoe een failback moet plaatsvinden. Want op het moment als er een failover is geweest, dan wil je misschien bepalen dat wanneer er ook weer een failback moet komen, als die primary verbinding weer in de lucht komt. Dus dat kun je doen op usage, op tijd, meteen. Of je kunt zeggen van nou, ik wil helemaal niet dat er een failback is, want als die verbinding uitgevallen is, wil ik zelf eerst zien wat er gebeurd is, om dan handmatig die failback te initiëren op het moment als dat uitkomt. Dus dit zijn in feite de keuzes daarin. Wat ook nog kan om ervoor te zorgen, want soms is het zo dat misschien de eerste, dus de poort wel op is, maar uiteindelijk iets met de infrastructuur erachter mis is. Dus je kunt op zo'n WAN-verbinding kun je WAN-verify configureren, waardoor continu de zaak in de gaten gehouden wordt
om te kijken of die verbinding nog wel live is. Nou, dat kun je doen door of een actieve ping of DNS-request naar een DNS-server of passive DNS. En dit is nu over een wired verbinding, dus in principe maakt de hoeveelheid data niet uit. Maar je kunt zelf bepalen hoeveel data dat uiteindelijk gaat kosten. Dus als je zegt, ja, ik heb een pooled data sim die bijvoorbeeld maar 5 MB per sim per maand heeft, dan zou dit misschien er overheen kunnen gaan. Dus dan zeg je van, nou, ik doe die ping elke 5 minuten en dan zou dit nog maar 1 MB per maand zijn aan verkeer wat verbruikt wordt om te toetsen of de end-to-end verbinding in de lucht is en niet alleen maar de poort op is. Dus en ja, dat kan dus op IPv4, maar uiteindelijk als je een sim hebt of een wandelverbinding die IPv6 ondersteunt, kun je het ook op IPv6 aanzetten. Dus dat is zo'n beetje de setup daarin. Als ik nu het scherm van de andere PC erbij haal, dus daar loopt een pingetje richting een DNS-server. En op het moment als ik nu de kabel van het WAN uit het modem trek, dan valt natuurlijk de verbinding weg en hij schakelt dus over naar de sim. Dus nu werk ik over de sim heen. En ja, goed, dan ben ik één pingetje kwijtgeraakt in die actie. Dus op zich voor wat betreft WAN failover kun je hier dus ondanks het feit dat het dus cellular is en dat misschien een beetje het imago heeft dat het allemaal lang duurt en dat je verbindingen op moet zetten en zo, kun je toch snelle en adequate verbindingen tot stand brengen. Nou, spreek ik hem weer terug. Wat belangrijk is en wat dan weer een overzicht geeft voor wat betreft wat hier allemaal gebeurt. Dan ga ik even naar het dashboard. En daar hebben we een health tab. En daarin worden de failovers getoond. Dus hoeveel, wat er dus gebeurd is aan failovers in de afgelopen periode. Hoop ik. Dus er is op dit moment geen active failover. Totaal is er dus 23 uur gedraaid, want ik heb op een gegeven moment de kabel er gewoon een tijd uit gehad, over de wifi of over de cellular verbinding. En die laat dan dus zien hoeveel uur dat daar op gedraaid is. En in feite kun je dan uiteindelijk ook laten zien hoeveel uur dat gekost heeft of hoeveel geld dat gekost heeft afhankelijk van wat voor uurtarief er aan een failover gehangen is. Dat heb ik hier volgens mij niet geconfigureerd, maar dat is iets waar een rapportage ook te zien is. Dus als ik hier ga kijken voor deze router, is dat wel failover events. Dan staat hier wanneer die failover gehad heeft en hoeveel data er dan verbruikt is in die tijd dat de failover plaatsgevonden heeft. En op die manier kun je dus zien wat de impact geweest is van zo'n failover. Want als in de meeste gevallen zullen mensen niet merken dat er überhaupt een failover plaatsgevonden heeft als de LTE-verbinding goed is. Dus dat. Zijn hier zo vragen over? Oké. Okay. Consider this a no. Nee, zitten geen vragen in de box. Kijken, die weg. Dus daar zijn in feite deze twee use cases. En goed, wat ik al zeg. In dit geval hadden we hier dus ook de WAN-kant aangesloten, maar dat hoeft niet per se. De adapter kan ook
zelf alleen maar richting de cel willen gaan. Al die One Verify opties en zo, die gelden dan nog steeds. Nou, out-of-band management. Wat is, dus in out-of-band management kunnen we een Cradlepoint router gebruiken om via NetCloud Manager over de bestaande secure tunnel die er ligt tussen de router en NetCloud Manager een sessie op te zetten richting een Cradlepoint router. En in dit geval is dit een CBA 850. Ik ga daar straks dus die AR 2200 voor gebruiken en ik ga daar de 950 voor gebruiken. Dus die ik net heb laten zien. Dus om dus te laten zien wat er allemaal mogelijk is. Voor wat betreft de CBA 850, hier hebben we dus een seriële consolekabel. En die kleur blauw is niet helemaal toevallig, want hier zit een console outpoort op, waarbij je dus met een rollover kabel, dus een standaard consolekabel, naar een router of een switch kunt koppelen. De CBA 850, die kan op zich maar één, seriële poort aansluiten. Alle andere routers kunnen 1 tot 8 seriële connecties herbergen. Daar kom ik zo op. De andere methode is als je een van de twee poorten op zo'n adapter of een van de andere poorten op een router aansluit op bijvoorbeeld een out-of-band management netwerk, dan kan dus via de router verbinding gekregen worden met devices die daarachter liggen, gebaseerd op HTTP, HTTPS, VNC, RDP en SSL. Dus in feite zo'n beetje alles wat je zou willen managen. Zonder dat je daar dan voor gaten in de firewall hoeft te schieten, of dat je VPN server op hoeft te zetten, of dat je in de firewall VPN hoeft aan te zetten. Je kunt daar dus helemaal buiten de klanteninfrastructuur om, kun je dan beheer doen. En wat we zien is dat een aantal partners dit gebruiken als ze een hele scherpe SLA hebben, zeker in time to respond, dat het dan makkelijker is, zelfs als dan de verbinding, de wired verbinding weggevallen is, of zelfs als de edge router of edge firewall er mee gestopt is, om dan toch toegang te kunnen krijgen tot die apparatuur via NetCloud Manager. Overigens krijgen jullie allemaal deze presentatie, dus je hoeft de notities niet over te schrijven, die staan hier gewoon. De seriële console werkt alleen met een FDDI chipset, dus dat is even in de gaten houden wat voor USB naar serieel converter dat je gebruikt. Wat ik al zei, de CBA 850 is een beetje een vreemde eend in de bijt, want die heeft een console outpoort met een standaard rollover kabel. En de USB poort die erop zit, die ondersteunt dus geen USB naar serieel. En één heel belangrijk ding, als een adapter gebruikt wordt in captive modem setup, is dus de out-of-band management kan dan alleen nog maar plaatsvinden via de basisunit waarvan de adapter captive modem is. Dit is omdat het hele device is niet meer zichtbaar in NCM, de captive modem adapter. Maar het is nog wel mogelijk om dan de unit zelf te gebruiken. Wat ik al zei, alle andere devices, alle andere routers die we hebben, hebben een enkele USB-poort en daarin kun je dus een adapter gebruiken, 1, 2, 4 of 8 poorten, dus om tot 8 devices serieel aan te sluiten. En dit knowledge base artikel laat precies zien welke devices welke support hebben voor het koppelen. Nou, even mijn demo-omgeving weer. Bijna hetzelfde. Wat ik hier dus heb is weer die AR 2200 met daaraan mijn CBA 850 en ik heb via de USB poort heb ik hier een 4 poorts USB naar serieel adapter. En dit type adapter, de chipset is het enige wat voorgeschreven is in die zin.
Maar er zijn dan ook best serieuze adapters te koop. Dus deze is daadwerkelijk die ik gebruik in mijn demo-omgeving. Het is een ruggedized apparaat, dus die kun je rustig ergens in een datacenter of zo neerhangen. Dus het is niet een consumer-grade dongeltje of zo om die verbinding te maken. Aan de L950 heb ik dus een 1-poorts USB naar serieel adapter gehangen. En dus deze die gaat naar mijn centrale switch. En deze die gaat naar een switch onder mijn bureau. Maar daar kom ik zo meteen op. En wat ik ook ga laten zien is die LAN manager setup. Dus om over het netwerk heen naar verschillende andere devices te komen. En ik heb een aantal dingen daar geconfigureerd. Bijvoorbeeld een server en een camera. En een home automation device. Maar dat laat ik zo zien. Dus dit is de demo setup. Dit is de LAN kant uiteraard. Waar allerlei apparatuur op zit. En de WAN kant is nogmaals alleen maar via cellular. Dus ik heb hier geen kabel in zitten. Om dit te bereiken. Nou, gaan we terug naar NetCloud Manager. Naar de devices. En wat ik al zei. Als ik hier ga kijken, kan ik Remote Connect heten. Kan ik een aantal configuraties maken. Die zal ik even laten zien in eerste instantie. Dus wat ik hier kan doen, is out-of-band management serieel. Dus ik kan hier meerdere seriële poorten toevoegen. Tot 8. Ik heb er op deze L950 heb ik er natuurlijk maar 1. Dus die is geconfigureerd. En via LAN Manager kan ik dus een aantal devices toevoegen. Dit is dus het IP-adres van de PC waar ik dus net het scherm van deelde. Maar, wat ik net al zei, we kunnen dus ook SSH, HTTP, HTTPS, RDP en VNC toevoegen. Dus eigenlijk zo'n beetje alles wat te beheren is. En op het moment als je nou zegt van ja... De router is ook DHCP server. Dan kun je scannen voor apparaten en apparatuur die erachter zit. En kun je op die manier rechtstreeks toevoegen. En ja, deze lijst is een beetje oneindig. Dus je kunt hier meerdere devices toevoegen. Als ik eerst even hier naartoe ga connecten. Wat er nu gaat gebeuren. Is dat er een nieuwe secure verbinding opgezet wordt. Dus een nieuwe tunnel. Tussen NetCloud Manager. En de L950. Daarom duurt dit. Er staat ook. First time connection to a device may require a longer wait time. Dus dit kan een minuutje duren. Maar dit is altijd vele malen sneller als ergens naartoe rijden. In de huidige release is het ook nog zo dat die scherm sluit. Automatisch sluit na 15 minuten. Het is echt als beheeromgeving bedoeld. En als last resort, zullen we maar voorzichtig zeggen. En, maar die tijd, volgens mij in het komend kwartaal, zal die tijd die je een scherm mogelijk open kunt houden, zal configureerbaar worden en zal aanzienlijk langer worden. Als ik hier dus... Hier zit ik dus nu rechtstreeks gekoppeld op de seriële poort van de switch die onder mijn bureau staat. En daarmee kan ik dus op dit moment deze switch gewoon beheren in die zin. Dus dit is voldoende om via de console dus op apparatuur terecht te komen. En als ik nu even die RDP-sessie ga doen. Oh. Mijn paswoord is geheim. Dan zal het dus binnen de nu binnen de router een RDP-client gestart worden die de verbinding maakt naar de PC toe. Hopelijk. En omdat er dus aan de routerkant het een en ander aan software nu opgestart moet worden, duurt ook dit weer heel even.
En hierbij ben ik dus nu rechtstreeks in een RDP-sessie naar die PC toe. En die PC die heeft dus geen verbinding met mijn LAN. Die heeft alleen maar een verbinding met het lokale netwerk van die adapter. Dus op deze manier. Als we nu gaan kijken naar het andere. Dus die headquarter, remote connect. En dat ik al zei van nou, ik heb hier meer seriële poorten. Ik heb er hier vier. Heb ik eentje naar een andere switch en naar zijn eigen console, waar ook kan. En ik heb hier, wat ik al zei, al een paar dingen meer, onder andere een camera. Maar goed, dat is allemaal meer van hetzelfde om dat te laten zien. Dus dat is op zich niet zo, niet zo spectaculair daarin. Zijn hier vragen over? Opmerkingen? Oké, dan zullen we dit zo. Dit is wat dat betreft dus de twee demo's. Wat ik al zei, ik wil graag nog even het een en ander laten zien aan wat verborgen talenten binnen een NetCloud Manager. Want zoals ik misschien in sommige van jullie al ooit eens verteld heb, NetCloud Manager is dus ook multitenant en staat ook toe om bijvoorbeeld managed diensten te leveren of klantenomgevingen te beheren. Daarvoor kun je, het heet dan een collaborator access krijgen. En ik heb hier bijvoorbeeld toegang tot twee verschillende accounts, waarmee ik dus kan wisselen tussen mijn eigen account en het SE-account voor heel Europa. Dus die wisseling kan ik hier maken. Kan in de verschillende accounts verschillende rollen hebben. Dus in de ene account kan ik een administrator zijn, in het andere account kan ik read-only user zijn bijvoorbeeld. Dus dat is dat. Een ander aspect binnen NetCloud Manager is dit verborgen boekje, zou ik maar zeggen. Hierin zitten een aantal rechtstreekse koppelingen. Eentje wil ik heel graag even verder toelichten, dat is share your feedback. En dit klinkt een beetje als een questionnaire, maar dit is in feite onze request for change tool. Dus een RF request for enhancements, RFE tool. Hierin kun je bepaalde functionaliteit vragen of bepaalde functionaliteit die al gevraagd wordt. Kun je aangeven dat je daar ook in geïnteresseerd bent. Dus dit is, alleen één tip. Zet hier geen klanteninformatie of eigen namen of wachtwoorden of IP-adres of zo in. Want iedereen, alle gebruikers van NetCloud Manager, zien wat je hier invult. Maar zien niet wie het toevoegt. En dat kan ik even laten zien. Want er is dus ook een portal voor om alle RFP's of RFE's die op dit moment er zijn, om die te laten zien. Dus als ik even op dashboard klik. Dit is of je nu een klant bent of partner. Klant of partner of wij. Iedereen ziet hetzelfde. Het enige is dat product management ziet wie uiteindelijk de vraag stelt. En zal daar ook naar reageren. Dus Als er dus items hierin staan die je graag zou willen, dan kun je die dus upvoten, zoals dat zo mooi heet. En wat je hier ook ziet, is dat er bepaalde feature requests al ontwikkeld worden. Dus speed test history is building, dus er wordt aangebouwd. Dit is wat ik net al zei, increase the amount of time remote connect window can remain open, waar dus nu 15 minuten is. Daar is men aan het bouwen.
En hier kun je dus zien welke features er inmiddels al toegevoegd zijn. Dit is dus een zeer directe toegang voor klanten en partners richting ons product management team. Die dus al deze requests op het bordje krijgen. En op het moment als er een meer input gevraagd wordt, dan zal product management dus rechtstreeks contact opnemen met de vraagsteller. Nou, hier zitten dus nog een aantal zaken die dus die in building zijn, dus die gebouwd worden. Dus je kunt hier ook, dit is ook een klein soort van roadmap wat er aan zit te komen voor NetCloud Manager. En zaken die gepland worden. Hier zit dus nog geen datum of tijd aan. Maar je kunt hier dan wel al zeggen van, nou, dit is iets wat ik heel interessant vind. En dan kun je dus upvoten en zeggen van, nou, ik wil dit graag. Dat is één ding. De andere die ik hier wil laten zien is dat dit rechtstreeks toegang biedt tot Cradlepoint University. En mocht het zo, ja, ik heb dus al een account, dus ik kan rechtstreeks inloggen. Maar als je nog geen toegang hebt tot Cradlepoint University, dus ons trainingsplatform, kun je hier registreren. En als je registreert met hetzelfde e-mailadres als waarmee je in NetCloud Manager ingelogd bent, dan zul je automatisch die login krijgen. En het enige nadeel is dat op dit moment is dit nog een los user ID en password. Dit zal uiteindelijk ook onderdeel worden van één single sign-on platform. Maar op dit moment is dus het trainingsplatform nog separaat. Mocht je daar een probleem op ondervinden, dan is een simpel mailtje naar cpu@cradlepoint.com voldoende om je toegang geregeld te krijgen. Ander punt is beta programma's. Je kunt je aanmelden en initieel is daar dus helemaal vrijblijvend, zou ik maar zeggen. Je kunt dus zeggen dat je geïnteresseerd bent in beta-programma's, dus in nieuwe functionaliteit en om die uit te testen. Als je hier dus jezelf kenbaar maakt, dat je daar interesse in zou hebben, kan het product management team vragen om bepaalde nieuwe features die beschikbaar gaan komen. Die worden dan specifiek voor een account vrijgesteld en kun je dan testen en uitproberen. En dan uiteraard what's new, dus wat er allemaal nieuw is binnen NetCloud Manager om uit te proberen en te checken. De laatste is in feite dit klokje hier. Hierin zie je notificaties van nieuwe firmware die beschikbaar is. Van maintenance die gepland is. Volgens mij is er nu niks gepland. Nee. Maar als er eventueel een geplande maintenance is van een NetCloud Manager platform, dat gebeurt gemiddeld gezien één keer per jaar, dan zul je hier de melding zien en wat dan de eventuele impact is, if at all. En dit is in feite het totaal, dit is wat ik vandaag graag zou willen laten zien. En ik mocht er suggesties zijn voor onderwerpen die in een volgende sessie wat dieper uitgelicht worden, dan hou ik me graag aanbevolen. En stel die vragen bij het zij mij of Max of Hilde om eventueel een vervolgsessie mocht dat nodig zijn. Zoals gezegd. De presentatie wordt gedeeld aan iedereen die deelgenomen heeft. Dus kan alle notities die daarin staan, heb je dan ook ter beschikking. Waren er verder nog wat vragen in closing? Of? Ik zie verder geen vragen binnenkomen, maar we laten hem nog even open, denk ik. Mochten er nog mensen aan het typen zijn of een vraag willen stellen. Maar inderdaad, er is een recording van dit webinar. En er is ook de slides. En die worden naar alle deelnemers van het webinar nog verstuurd.
Nou ja, mochten er dan verder geen vragen zijn, dan denk ik dat we misschien wel kunnen sluiten. Ja. Ja. Oké, Wim, dankjewel voor je verhaal en voor je toelichting en uitleg. En inderdaad, dan kunnen we nu sluiten. Dank je. Oké, dankjewel iedereen.